Dit verhaal gaat over de Achterhoek. Dat is een heel groot gebied. Zelf woon ik in Zutphen, aan het randje van de Achterhoek. Vlak bij de Berkel. Ik woon op een steenworp afstand van de rivier de Berkel. En ook de IJssel stroomt langs Zutphen. Zutphen is ooit ontstaan aan de monding van de Berkel, waar de Berkel in de IJssel uitkomt. En vanuit Zutphen kun je de Achterhoek prachtig verkennen. En een goede manier is om de Berkel eens af te zakken. Of dat is misschien niet het goede woord, want je gaat eigenlijk stroomopwaarts. Stroomopwaarts de Berkel langs tot in Eibergen, waar we nu staan. Het museum De Scheper, waar heel veel werken van Willem Sluiter te vinden zijn. En onderweg kom je ook andere dichters tegen, bijvoorbeeld A.C.W. Staring. De Berkel stroomt langs Almen. En Almen is bekend van een gedicht van A.C.W. Staring over het Almens kerkje. En hier in Eibergen ben je heel ver Achterhoek in. En dat is een mooie plek om eens na te denken over het fenomeen Achterhoek. Hoe het fenomeen Achterhoek eigenlijk is ontstaan. En dat is 350 jaar geleden gebeurd. De naam Achterhoek is bedacht door de schrijver van deze boeken. Althans, het zijn meerdere versies van hetzelfde boek. In een van de gedichten van Willem Sluiter komt voor het eerst het woord Achterhoek voor. Dat is heel grappig, want de vraag is natuurlijk, bedoelde hij daarmee de grote Achterhoek zoals we hem nu kennen? Het antwoord daarop is nee. Hij bedoelde hoogstwaarschijnlijk een heel klein stukje van de Achterhoek. Namelijk de Achterhoek, hier, de omgeving Eibergen, Borculo, die hij als een beschermd gebiedje voor zichzelf voelde. Ver weg van het rumoer van de grote stad. En eigenlijk is dat 350 jaar later nog steeds zo. Nog steeds voelen we ons in de Achterhoek prettig. De wereld is veranderd. Je bent zo in de Randstad. Maar de Randstad is tegelijkertijd ook ver weg. Je voelt je ook prettig en veilig in dit gebied. In de loop der jaren is het woord Achterhoek heeft een andere betekenis gekregen. De grens is enerzijds dus de Berkel ongeveer. Anderzijds de IJssel. En de Oude IJssel bij Doetinchem kun je ook als de grens van de Achterhoek beschouwen. En dan heb je de grens met Duitsland, terwijl die bij de rivieren, de Oude IJssel en de Berkel, allebei in Duitsland beginnen. Dus er is ook een connectie met ons buurland. Nou, Willem Sluiter, dichter, predikant, uit de 17e eeuw, zeer lang geleden dus. Maar hij woonde in een landschap dat nog steeds wel nu herkenbaar is. Bijvoorbeeld omdat dus die Berkel daar doorheen stroomt. Dat doet hij nog steeds. Willem Sluiter kun je ook echt een Berkeldichter noemen. In zijn gedichten komt de natuur heel veel aan bod. De natuur die we nu nog kunnen herkennen. Dat is het leuke ervan. Want je denkt van, een dichter zo lang geleden, die gaan we niet meer lezen, dat is allemaal ouderwets. En zijn taal is soms ook wel een beetje ouderwets. Maar je kunt het nog heel goed begrijpen en volgen. En nog meevoelen hoe de mensen toen de wereld beleefden. En beseffen dat het toch nog wel best wel veel lijkt op zoals we dat nu doen. Dat is leuk voor iedereen en zeker denk ik ook leuk voor kinderen. Om bezig te gaan zoals Willem Sluiter destijds met je eigen leefomgeving dan zoals een dichter dat doet. En zelf heb ik het altijd heel erg leuk gevonden, ook al toen ik zo oud was als jullie, om bezig te zijn met gedichten. Ook van heel lang geleden, want het blijkt natuurlijk, kijk, Willem Sluiter zelf is ook een kind geweest. Hè? Dus je kunt je altijd voorstellen hoe de mensen vroeger waren, dat het leven vroeger helemaal niet zo anders was als het leven nu. Ondanks dat er zoveel moderne nieuwe dingen zijn. Maar de mensen wonen nog steeds in hun eigen omgeving. En ze genieten van hun eigen wereld en van de bomen en van de natuur. En het is ook heel leuk om daar zelf een beetje in het voetspoor van Willem Sluiter te treden. En misschien zelf ook een gedicht te maken. Of te proberen te maken. Want ieder van ons, of je nou klein bent of groot, is wel ergens een beetje een dichter. Je praat de taal. Je schrijft de taal op en soms verzin je ook wel eens een versje, een gedichtje bij een feest. En dat doe je eigenlijk niks anders dan wat Willem Sluiter deed. Die schreef gedichten bij feesten en hij gaf toch zelfs een boodschap, gaf hij wel eens mee. En ook wel eens met een knipoog. Dat kun je ook allemaal zelf doen. Maar als je het misschien dichten niet zo leuk vindt of je wil nog wat meer dan alleen maar een gedicht, dan kun je ook een tekening maken of een ander werkstuk maken of een verzin maar wat je leuk vindt om te doen, om aan te geven, een beetje creatief aan te geven, hoe fijn het is om in de Achterhoek te wonen. Want daar gaat het een beetje om. Nou, en aan het eind van het seizoen gaan we de mooiste werkstukken, gedichten, tekeningen en andere dingen die jullie hebben gemaakt, die gaan we uitzoeken.
En dat wordt dan een mooie expositie, de tentoonstelling in Gelselaar, een dorpje in Willemsluiters, Achterhoek. Prachtig dorpje waar je de Achterhoek van vroeger trouwens ook nog heel erg kunt beleven. Als je nog nooit in Gelselaar bent geweest, dan moet je daar een keer naartoe, want daar voel je je een beetje zoals in de Achterhoek, zoals Willemsluiter het gebied heeft meegemaakt. Dus ik verheug me heel erg op die expositie. Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan maken. Maar we gaan eerst natuurlijk nog het een en ander horen en lezen over en van Willemsluiter en andere dichters in de Achterhoek.